Jaarlijks sterven er 18.000 mensen 10 jaar eerder vanwege de slechte luchtkwaliteit. Kinderen worden ziek, allergieën, astma, COPD ook bij kinderen. Dat komt niet alleen door de buitenlucht die slecht is, ook door de binnenlucht. Binnenlucht op kantoren, scholen. De gevolgen daarvan zijn ook weer vrij groot. We zijn minder productief, we hebben concentratieproblemen en we hebben gezondheidsklachten, dus we hebben meer uitval. En ook dat kost miljarden op jaarbasis. Als je kijkt naar het soort van stoffen wat in het geding is, dan zijn het eigenlijk twee type stoffen die het belangrijkste zijn. De eerste categorie is fijnstof. En dat is in verschillende vormen. Het meest bekende is fijnstof als PM10. Dat is stof met een diameter van 10 micrometer of kleiner. Maar we komen straks ook 2,5 tegen. Dat is kleiner dan 2,5 micrometer. En je kunt ook nog andere getallen erachter hebben staan. Dat is eigenlijk, voor zover we nu weten uit onderzoek, de belangrijkste vorm van luchtverontreiniging als je naar de gezondheid kijkt. En het tweede wat er staat, dat zijn de stikstofoxide. NO en NO2 zijn dat, samen NOx vormend. En daar kan je ook nog wat achter zetten. Die geven ook aanleiding tot reacties in de lucht. Die vormen ook ozon, wat ook een belangrijke beïnvloeder is van de gezondheid. En daar gaat het nu verder over. En wat je ziet is eigenlijk dat Nederland er, zeker als land, relatief slecht afkomt. Er zijn heel veel plaatsen waar het zeer veel schoner is op dit punt dan in Nederland, overigens ook in Vlaanderen. En dat heeft ook consequenties voor de gezondheid. Het is zo dat gekeken is naar de concentraties hier, die zie je ook staan. Hè. Dus eigenlijk bijna overal zitten we in Nederland zo boven de 20 microgram van dat fijne stof per kubieke meter. Er is heel veel onderzoek gedaan, ook op plaatsen waar het schoner is dan in Nederland, over wat is nou de relatie tussen dat fijne stof en de gezondheid. En je kunt zeggen dat boven de 9 microgram per kubieke meter, is de laagste waar we mee gemeten is, in ieder geval steeds nadelige effecten te zien zijn. Hè. Dus je kunt zeggen in heel Nederland zijn door fijn stof nadelige effecten te zien. Goed, wat je ook ziet, en dat is van relevantie ook zeker politiek gesproken. Er is in de eerste inleiding al gezegd, we hebben Europese normen. Nederland heeft daar een tijdje een derogatie voor gehad op het punt van fijn stof, maar die is afgelopen. Dat is in juni 2011, dus afgelopen juni gebeurd. En wat je kunt zien is via het landelijk meetnet, wat elke dag nieuwe resultaten produceert, of de norm voor de overschrijding van 50 microgram per kubieke meter wordt overschreden. En hier zie je de plaats waar dat op het ogenblik het geval is. Ik heb het twee keer moeten aanpassen, omdat het steeds weer bijkomt de laatste dagen. Het is naar verhouding stabiel weer en dat geeft ook aanleiding tot relatief grote luchtverontreiniging. En je ziet dus een aantal misschien onbegrijpelijke namen erop staan, zoals de RIPS bijvoorbeeld. Dat is een klein plaatsje bij Helmond. Dat ligt eigenlijk in het landelijke gebied. Fijnaard, dat ligt vlakbij Moerdijk, Westmaas in de Hoekse Waard, Biest, Houthakker. Ook in Brabant, Vredepeel ligt vlakbij Venray in Limburg. En daarnaast zie je in een aantal steden een sterke overschrijding, waaronder ook weer in Den Haag. De beruchte, mag ik wel zeggen, Amsterdamse Veerkade. Traditioneel een van de meest vervuilde plaatsen in het land. Hoewel ze dit jaar echt worden geslagen met zoek door Leiden met de Willem de Zwijgerlaan. Dus daar zie je dat die norm, zoals we die hebben van de Europese Unie, die ook nu van toepassing is, want de derogatie is afgelopen, sterk wordt overschreden. Nou, is daar iets aan te doen aan die hoge waarden zoals je die hier ziet? En het antwoord erop is ja. Ik denk, naar verhouding, voor zover technisch mogelijk is, is het meeste te doen eigenlijk aan het fijne stof. Globaal kun je zeggen dat met redelijke kosten die uitstoot van fijnstof door verkeer en industrie, dat zijn eigenlijk de belangrijkste vormen van fijnstofproducenten, met globaal gesproken 70% omlaag kan. Met de huidige techniek is dat wat minder voor stikstofoxide. Ik heb het niet precies durven schatten, maar ik denk zo rond de 30-40% kun je omlaag, ook met redelijke kosten. Dus je kunt een flink stuk omlaag. Daarnaast, dat zijn wel de taboes op het ogenblik politiek gesproken, dus rekeningrijden en snelheidsbeperkingen, dat zou ook nog flink kunnen bijdragen. En het is ook wel interessant natuurlijk bij die hele derogatiestap die is gezet door de Europese Unie, hebben ze ook de rekening gehouden dat wij rekening gaan rijden, hè, in Nederland. Dat is ook ingecalculeerd en daarom zouden we het halen, want die derogatie krijg je niet zomaar, krijg je alleen eigenlijk als je kunt aantonen dat je het wel gaat halen. En dat gaat dus niet lukken zoals we later nog een keer zullen horen. Dus voor de gemiddelde Nederlander is het zo dat hij door luchtverontreiniging 1 jaar eerder doodgaat. Dat ligt dus zeer verschillend voor mensen. Sommigen gaan
een paar dagen eerder dood misschien, andere 10 jaar, zoals ook iets over gezegd is. Dat loopt dus zeer sterk uit elkaar. En de reden van die sterfte is eigenlijk tweeledig. Het is, voor een deel is dat longziekte, maar voor naar verhouding groter deel is dat hartvaatziekte, merkwaardig genoeg. En dat heeft ermee te maken, waarschijnlijk, dat een deel van het fijne stof door die longen heen gaat en schade doet. En ook dat in de longen, als die aangetast worden, zou je kunnen zeggen, stoffen ontstaan die dan verder tot hartvaatziekte leiden. Er is een studie gedaan, ook met afstanden tot wegen. Dat is gedaan door Brunekreef en zijn medewerkers van de Universiteit van Utrecht. Dat is een van de topspecialisten op dit gebied in de wereld trouwens. En die hebben ook laten zien dat meer astma is als je dicht bij een drukke weg zit. En nou, die geven ook een goede raad om dus niet dicht bij drukke wegen te bouwen. En zeker geen scholen te bouwen. Toen ben ik eigenlijk verschrikkelijk geschrokken over de stand van zaken in Nederland. Er waren er twee dingen die mij daarbij opvielen. En het eerste was, er is een mogelijkheid dat we het allemaal niet weten en dat we daarom niks doen. En de andere is dat we het allemaal weten en er bewust niks aan doen. En naarmate ik eigenlijk verder kom in dit proces, heb ik toch de indruk dat het laatste is. Het rare is dat in onze roadshow die we georganiseerd hebben door Nederland heen, eigenlijk steeds officiële instanties het af laten weten, omdat ze bang zijn voor de consequenties. Want we hebben uitstel gekregen in Nederland om de norm te halen. We hebben naar 75 microgram hebben we mogen verhogen. Dat loopt dus dit jaar af. En dat hebben we gekregen op dat NSL-programma. En in het NSL-programma waren een aantal maatregelen omschreven. En toen kregen we enorme weerstand vanuit de industrie en vanuit de bouwwereld. En toen hebben we dit uitstel dus gekregen. En toen heeft men, toen we het uitstel hadden, hebben we eigenlijk al die maatregelen weer van de agenda gehaald. Dat is eigenlijk raar, want we hebben de uitstel gekregen op basis van de maatregelen die we zouden nemen. En toen hadden we de maatregelen, die hebben we niet genomen, toen hebben we toch het uitstel gehandhaafd. Erg krom, denk ik. Dat betekent dus dat over die hele kleine stofdeel, dus waar het probleem in zit, dat we daar wel degelijk een probleem hebben. En waar we dus helemaal niets mee doen. Nou, die bouwprojecten die we dus, wat ik hier gezegd heb, die, als we dat dus niet halen, dan krijgen we ook nog allerlei boetes. En dan zullen we in de tijd alweer uitstel moeten vragen om de normen weer een keer voor ons uit te schrijven. Het grote probleem zit er in mijn optiek in, dat je vuile lucht niet kunt zien, omdat het zo klein is. En omdat je het niet kunt zien, denkt iedereen dat het goed is. En een aantal voorbeelden, als je bijvoorbeeld in een schouwburg geweest bent of in een theater en dan kom je het gebouw in en dan denk je, wow, lekker fris gebouwtje, niks aan de hand. En dan kom je, krijg je de pauze en dan kom je naar de pauze terug en dan is plotseling het frisse kamertje helemaal niet meer aanwezig. Het heeft wel degelijk te maken met de lucht die in die ruimte zit, maar we leggen het verband niet. Daar wringt hem de schoen. Echt verzekeren dat de luchtkwaliteit in die tweede kamer echt niet goed is. Het is echt benauwd, je krijgt echt een beetje hoofdpijn van. En toen dacht ik bij mezelf dat ze hebben bij kinderen ontdekt dat als je de lucht schoner maakt, dat dan kinderen 15% beter gaan presteren. En toen denk ik, nou, dat zou misschien toch een goed idee zijn voor die Tweede Kamer. Want die 15% hebben ze volgens mij er zo op mijn hart nodig. Er is hoop. En er is hoop. En dat is net die 15% die ze nodig hebben om hier een besluit over te nemen. Overigens, wat mij frappeerde, dat is een onderzoek uit 2004. Dus het is allemaal kennis die we al weten, waarbij dus aangetoond is dat die kleine deeltjes in de bloedspaan komen en ook gevonden worden in de hersens. Dus het hele lichaam wordt dan toch besmet in feite met fijnstof. Hele kleine deeltjes, die gaan gewoon het lichaam in. En daar zit dan ook het probleem. En daarom hebben we in Nederland een forse achterstand als het gaat over schone lucht. Er zijn dus met die in die bus, daar zit alle apparatuur in, meetapparatuur om kleine deeltjes te kunnen meten. En hoe heet het? En we hebben in Leek gestaan in het noorden van Nederland. En we hebben in Ede gestaan. En we staan nu vandaag 2 dagen op het plein hier. En we meten 300 miljoen deeltjes. 300 miljoen. Ja. En in Parijs 150 miljoen.
Het is echt heel erg. In Zweden 10 miljoen. Het is zelfs, we hebben nog een meter gestaan in Amerika, in Jonesboro. Ook daarin komen we ongeveer op de 35 miljoen deeltjes uit. Het is echt in Nederland gewoon het geëikte apparatuur, constant hetzelfde beeld. Gisteren was het geloof ik 240 miljoen, hadden we toch nog 60 miljoen minder. En het is niet alleen in Den Haag slecht, maar het is ook in Ede slecht. De leraren op die school dat hebben laten zien en die studenten die we het op die school hebben laten zien, die waren er allemaal erg door geschrokken. Het leuke ervan is dat ze nu allemaal filmpjes gaan maken waarop ze laten zien van ja, het moet eigenlijk nu beter worden. Ik hoop dat dat een aanzet geeft van onderaf om die bewustwording in elkaar te steken. Als je je wilt inbeelden hoe slecht schone of vuile lucht is, of als je COPD hebt of iets dergelijks, dat je dan een rietje zou moeten ademen. Dat heb ik met mijn hele familie geprobeerd. En degene die het langs kon volhouden, die had het gewonnen. Nou, dat was minuten werk. Dus dat is niet te doen om een rietje te ademen. Dat is echt onmogelijk. Dus als dat onze toekomst is, dan vind ik echt, dan maak ik me echt zorgen voor onszelf en voor onze kinderen. Want dat gaat dan niet goed. Bewustwording is echt het belangrijkste. Ik ben ervan overtuigd als de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en in de Magriet het allemaal komt te staan. En allemaal gewoon bij de gewone burger er zich van bewust is dat het niet goed is. Dan hoeft bijvoorbeeld een gemeente geen 50.000 euro uit te trekken om te onderzoeken of het nu wel of niet goed is om een school aan een autoweg te bouwen. Dan denk ik, als we nou toch moeten bezuinigen, bestaan die 50.000 euro, want we weten het al lang. We kunnen een heleboel dingen gewoon oplossen. Maar we willen het niet. In Zweden mag je lucht niet recirculeren. Dat mag in Nederland gerust. In Zweden hebben ze ook zo'n filmpje gemaakt. En dan halen ze, is iemand aan het douchen en dan halen ze de afvoerwater, pompen ze naar boven weer die douche in. En dan begint die man in het Zweeds te mopperen dat hij het water te slecht vindt. Maar met lucht doen we dat wel. Met lucht mogen wij gewoon vuile lucht weer terugvoeren. En als het over warmte terugwinning gaat, dan zou ik zeggen, zet er een warmte terugwininstallatie tussen en voer je lucht niet terug. Want lucht terugvoeren is gewoon vervuilend. Dat is niet slim. Het verhaal van Jan Bos was ongeveer het verhaal wat ik gehouden heb in het laatste debat met staatssecretaris Atsma. Want ik ben het roerend eens met dit nieuwe initiatief, met de verhalen die we vandaag gehoord hebben. Professor Reinders voorziet ons ook in de Kamer van deze informatie. Ik wist dit al langer, maar hoe meer je erover hoort, hoe meer je denkt van ja, dat kan toch niet waar wezen. Hoe kan dat nou dat we in Nederland, een van de rijkste landen van Europa, om en nabij ook een van de slechtste luchtkwaliteit accepteren. Waar het vandaan komt, begrijp ik wel. Dat heeft ook wel iets te maken met het feit dat we rijk zijn. Maar als we dan zo rijk zijn en zo slim zijn, waarom lossen we het niet op? Dit is een van de vele voorbeelden waar je ziet dat de private winsten gaan naar de bedrijven die daarvan profiteren. We hebben de veehouderijen gehad. We hebben wat bouwprojecten, industrie gehad. En aan de andere kant zie je dat de lasten dus vreemd neerslaan. Wij zitten in Europa. Europa is niet iets wat daar ergens buiten de Nederlandse landsgrenzen begint. We hebben allemaal, bij ons volle verstand, samen besloten dat we daar iets aan willen doen. Nou, vervolgens komt dan het moment waarop wij echt wat moeten gaan doen. En dat werd door de andere sprekers ook al beschreven. En dan hebben we, lastig, moeilijk, eng, ingewikkeld, gedoe, rechtszaken. En dan doen we niks. Of we doen veel te weinig. Er wordt misschien, niks is misschien overdreven, maar dat doen we veel en veel te weinig. En wat mij het meeste stoort, we weten dat er een financiële crisis is, maar zelfs die maatregelen die niets meer kosten dan een bordje 80 kilometer ophangen, en die bordjes van 120 weghalen en daar gewoon weer adviessnelheid 100 neerzetten. Misschien mag je er wel 120, maar je kan daar best adviessnelheid 100 aangeven. Dat soort maatregelen, die nemen we ook niet. Ik ben heel benieuwd wat we aan het plein zouden kunnen doen aan lucht. Ik ben ook heel benieuwd. Ik weet niet of mevrouw van Veldhoven er zin in heeft, maar we willen vragen of de luchtkwaliteit in de Tweede Kamer een keer gemeten kan worden. En wat daar, of we daar wat aan kunnen doen, dat lijkt mij best. Om eens even de bewustwording op gang te krijgen. Hier ter plekke een D66 GroenLinks initiatief. Om de luchtkwaliteit in de Tweede Kamer te laten meten, de resultaten aan te bieden. Maar vooral als bewustwording, niet dat wij als politici alleen bezorgd zijn voor onze eigen luchtkwaliteit. Met die leuke grap erbij dat we dan ook 15% betere besluiten gaan maken. Ja.
Die hebben we hard nodig, maar dan wel de definitie van beter.